Door Harmonie Sint Cecilia en Lieshout werd zaterdag 18 augustus een fietsbeurs gehouden. Op het terrein van kindcentrum De Sprankel werden allerlei soorten fietsen aangeboden. Van kinderfietsen tot omafietsen en van rentfietsen tot vouwfietsen. Er was voor elk wat wils. Ook waren er fietsaccessoires te koop. De opbrengst was voor de fietsaanbieders en een klein deel gaat naar Sint Cecilia. We hebben meer dan 70 fietsen verkocht. En wij hopen dit jaar de minste evenaren en wij hopen op 100. En die kans, zeker om het feit dat er mooie staan. We hebben nou een, ik heb het net al gezegd, een snoepje. En dat snoepje is een mooie driewieler voor een invalide. Die is jammer genoeg dat die mensen die moeten hebben. Maar in ieder geval, dat is een prachtige fiets. Ik denk dat die 2 jaar oud is. Hij kost 1200 nieuw, zei die mevrouw. En die hebben wij dus van Corrie, van Bavaria. En ja, die had er 2 keer op de fiets, denk ik. En wij willen die echt kwijt. En ook voor een symbolische prijs. Maar geen 50 euro. Maar als er iemand over belangstelling voor heeft, willen we wel een zeer voordelig prijs. Het is al een beetje weg. Probeer het nog maar eens. Ja. Het is alleen maar hier standaard. Zit er een kinderstoeltje op? Ja, ik ben oma. Nee.